Goedendag. Het ijs in de sloten is verdwenen. De temperaturen gaan omhoog. Maar het kan zomaar gebeuren dat het ijs volgende week terugkeert in de sloten. Want er zijn aanwijzingen dat de winter volgende week terugkeert naar Nederland. Met een oostenwind. Daarover straks meer. Eerst hebben we te maken met een zuidelijke stroming. Dat zien we ook aan de gebieden met bewolking die op ons afkomen en die vandaag ook een klein beetje regen gaan geven. Het is een warmtefront. In het noordoosten blijft het de hele dag nog droog, met vooral vanochtend af en toe zon. Elders is het of wordt het bewolkt met plaatselijk een beetje lichte regen of motregen. Maximum temperaturen van 5 tot 9. Misschien in het zuidwesten uiteindelijk 10 graden. Bij een zuidoostelijke wind, matig, windkracht 3 tot 4. Vanavond en vannacht blijft het nog een tijdje bewolkt. En ook in het noorden valt dan een spatje regen of motregen. Later klaart het in het zuiden wat op. Het wordt niet kouder dan 4 tot 8 graden. En de wind ruimt naar een zuidelijke richting en blijft matig. Morgenochtend in het algemeen bewolkt weer, maar droog. En vooral in de middag af en toe wat zon vanuit het zuiden. En kijk eens naar die temperaturen. Dubbele cijfers, 10 tot 12. Plaatselijk 13 graden. Het zal zomaar een beetje lenteachtig kunnen aanvoelen. Zeker als de zon er even bij komt. Bij een matige zuidelijke wind die aan zee af en toe vrij krachtig is. Dan de vooruitzichten. Tot en met maandag is het wisselvallig en zacht. Zeker in het begin van de periode, vrijdag nog 11 graden. In het weekeinde van tijd tot tijd regen. Misschien even wat meer wind en temperaturen nog altijd van een graad of 8 à 9. Volgende week bouwt een hoge drukgebied zich op boven Siberië, Rusland en Scandinavië. En daaromheen gaat uiteindelijk met een oostelijke wind koudere lucht richting Nederland komen. Misschien dat het voorafgegaan wordt door winterse neerslag. Dat zou op dinsdag of woensdag kunnen gaan gebeuren. Maar het zou mij niet verbazen als het daarna weer gaat vriezen in Nederland. Later vandaag een update over de mogelijke terugkeer van de winter naar Nederland. Fijne dag verder.